Maar we beginnen zoals elke vrijdag met het bed afhalen. Dat ga ik eerst even doen. Normaal gesproken doe ik dat al als ik naar beneden ga. Zo, heerlijk gewerkt vanmorgen. Echt lekker opgeschoten. Gedaan wat ik al wilde doen, dus dat is fijn. En nu heb ik een bakje koffie. En zometeen word ik gebeld. Dus zo, slechts een keer of vijf. Bijna op een mik gegaan, zo glad is het buiten nu. En dan loop ik gewoon over de stoepen. Goedemorgen. Het is vrijdag 19 januari 2024. Dat betekent dat ik vandaag precies 12 jaar gescheiden ben. Oh, feestje. Nou, dat deed ik in het begin wel. Maar nu niet meer. Weet je, het is voor mij de beste keuze geweest. Het is gewoon heel verstandig geweest. Gisteren kwam er een voorraadje binnen voor Emily. Door de hormonen die zij slikt, moet ze extra calcium en vitamine D gebruiken. Dus 3 potjes. Ik ben een beetje aan het puzzelen, maar ik heb nog niet echt gezeten, zeg maar. Van gisteravond tijdens het eten heb ik, niet tijdens het eten, met het eten maken, heb ik die gedaan. En nu is het tijd om heel hard aan het werk te gaan. Dus dat ga ik even doen. Ik heb straks nog een belafspraak. Ik heb nog een videocall, dus kortom. Ik ga naar boven, ik ga dingen doen. Drukke dag. Dus we gaan aan de slag. Maar we beginnen zoals elke vrijdag met het bed afhalen. Dat ga ik eerst even doen. Normaal gesproken doe ik dat al als ik naar beneden ga. Maar ik denk, ach, ik film het weer eens een keertje. Was draait, dat hoor je boven. Maar ik heb vandaag een videocall en daar heb ik even mijn cameraatje voor nodig. Dus die moet ik even lospeuteren uit de stap. Oh, valt mee. Draadjes hier. Oh, de verkeerde losgetrokken. Oké, ik ga even zitten en het even goed doen. Ik heb de verkeerde losgetrokken. Ja, dat kan. Welke moet ik dan los trekken? Deze. Ik wou zeggen, de camera heb ik al in de hand. Deze is dan van die. Oké. Okay. Die hierin, dat maakt niet zo uit. Vanavond mag ik dotten. Ik ben benieuwd hoe ik dat vind. Als je dat wil zien, de live van 19 januari kun je terugkijken. Ik weet niet, misschien ben ik volgende week ook nog wel mee bezig. Geen idee op dit moment. Zo. Heerlijk gewerkt vanmorgen. Echt lekker opgeschoten. Gedaan wat ik al wilde doen, dus dat is fijn. En nu heb ik een bakje koffie. En zometeen word ik gebeld. Dus dat is spannend, maar ik weet dat zij dat het wel goed gaat komen. Tenminste, dat denk ik. Ik heb wel vertrouwen in mezelf. Dat is belangrijk. Het zonnetje is hier inmiddels lekker gaan schijnen. Ik zag dat mijn auto mooi dooi is. Dat komt goed uit. Ik moet zo meteen boodschappen doen. En boodschappen doen dus.
En vanmiddag willen we bovenop Emily's werkkamer even wat dingetjes anders maken. Maar dat kan ik alleen ervoor en erna filmen. Inmiddels ligt deel 1 van me weer op mijn bed. Dat is het hoeslaken. De rest zit nu in de droger. Mijn droger is gewoon een beetje aan het einde van zijn latijn. En als ik het buien laat hangen, zeg maar boven, duurt het gewoon 2 dagen voor het droog is met de flanel. Dus dat gooi ik lekker in de droogtrommel. Goed, ik ga me even voorbereiden op een telefoontje zo meteen. Wie weet wat ik al eerder gebeld. Inmiddels ben ik boven bij Emily geweest en zij heeft eigenlijk alles zelf gedaan. Ik heb er alleen gezeten voor morele support. Het was wel even een klusje, maar het is klaar nu. Mister is aan het dribbelen. Ik weet ook niet waarom. Ik ben bezig met het voorbereiden van de boerenkool. Ik kwam een zak boerenkool tegen voor 25 cent. Dus ik dacht, dat wordt lekker makkelijk. Boerenkool. Met een mini worstje voor mij en kip voor Emily. Oh, die moet ik nog even van boven naar beneden halen. Maar ik ga lekker even zitten. Even een filmpje kijken. Ik heb net een poosje zitten puzzelen. Lekker even relaxed te doen. Zo, ik heb even een paar puzzelstukjes gelegd. En nu ga ik de afwas even opruimen. Ik ben hier vandaag niet in huis bezig geweest. Anders dan dat ik mijn bed heb opgemaakt. Dat heb ik wel gedaan. Dus dat is fijn. En nu even de vaat wat uitruimen. En dat is het wel een beetje eigenlijk. Oh ja, ik moet even achter jullie zijn. Daar staan alle. Ja, verder heb ik niet zoveel bijzonders. Lekker gewerkt vandaag. Echt lekker gewerkt. Ook wel eens fijn, zeg maar. Maar ik vind het wel goed. Ik ga gewoon lekker vlot. Kijk, dit heb ik nodig voor het vuur zo meteen. Daar kan ik natuurlijk ook wat in opwarmen. Ik moet nog even het spul van boven halen. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Even kijken, dat kan allemaal in deze laag. Het mag allemaal in de laadjes hier in het aard. Nou, de onderkant alweer leeg. Het gaat mooi vlot zo. Even kijken. Ik heb boerenkool gekocht, die is erg grof. Die ga ik zo nog even uitpakken. Had ik niet gezien toen ik hem kocht. Mag ik. Staat ook op de zak grof. Ik hou eigenlijk als 5 gesneden. 4 bakjes, ook weer schoon. De Hackett, voor wie hem niet kent. Hij is ideaal. Ik vind dat echt een geweldig cadeau, Petra. Ik weet niet waarom die aan staat te rommelen. Zo, nog wat spakels. Die maak ik er daarheen. En die hou ik nog in de handen. Eén glas en nog een pan. Die ga ik gelijk gebruiken voor het bakken van de spekjes. Dat vinden wij altijd wel lekker. Zo, vaat weer klaar. 2 minuten 35 poeder. Slechts een keer of 5. Bijna op mijn mik gegaan, zo glad is het buiten nu. En dan loop ik gewoon over de stoepen. Maar ondanks dat mensen keurig geveegd hebben, is het bevroren vandaag. Of tenminste is het ontdooid vandaag. En met dezelfde vloed uit natuurlijk weer. Bevroren. Dus dat schiet niet echt op. Ik ga de live even voorbereiden. En even de video van morgen uploaden. Even de snoertjes anders liggen. Anders ben ik straks alles kwijt. Zo. Werk even mee. Dank u. Ik wil de gordijn zelfs achter de. Zo, geregeld. Wat staat hier? Een heleboel mail. Een nieuwe podcast afleveren. Dat is niet interessant. Oké, kruisje. Nee. Oh, je moet ook wel even mijn schijfje ophalen. Even kijken.
Die kan daarheen. Die kunnen we even verplaatsen. Even ondertussen wat dingetjes doen. Terwijl ik dan zo meteen schijfje ga halen, gaat dat alvast gebeuren, zeg maar. En de bedoeling was eigenlijk dat je... Heb ik het zo bestaan? Overslaan. Oké, overslaan. Nou. Deze bestanden overslaan. Wat is hier gebeurd? 1, 1. Gaat dus niet helemaal goed. Oké, delete. Wat is hier nou weer aan de hand? Even kijken. Hier gaat iets niet zoals ik wil dat het moet. Het is eigenwijs. Ik ga het even uitzoeken. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik wil iets verplaatsen. De oorzaak is dit ding. Die is stuk, dus ik moet even een nieuwe fixen. Om een of andere reden pakt hij bepaalde bestanden niet meer. En dan ook alleen van bepaalde schijfjes. Maar ik zat er nu naar te kijken. Nou zie ik dat hij er ook wel heel slecht uitziet eigenlijk. Hij zit er scheef in en zo. Dus misschien is hij gewoon ook wel zo'n beetje op zijn eind. Dat kan natuurlijk ook. Dus, nou goed. Tijd voor een nieuwe. Ik ga de live opstarten. We gaan botten. Oh, wat was dat leuk, dat botten. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gemaakt. Tegen de tijd dat jullie deze zien, heb ik denk ik ze alle drie gemaakt. Maar dat dot is echt super tof. Je bent aan het werk met allemaal kleine stickertjes. Die zitten op zo'n vel, dat ziet er zo uit. En met een speciale prikpen, die ik niet te lang in beeld mag doen, want daar vindt YouTube iets van. Maak je dus een kaart zoals deze. Leuk hè? Echt zo leuk om te doen. Maar goed, ik heb lekker een uur en een kwartier zitten vreubelen. Inmiddels is het 7:15. Ik ga nog even de hond uitlaten. Maar ik denk, doe hier alvast even de gordijntjes dicht en zo. En dan... oh ja, ik was met het raam bezig geweest. Ik had een nieuwe laag van dat strippetje gedaan. Om die toch strip. Maar hier ligt een heel lekker schoon bed. En daar ga ik straks lekker in. En ik ga nu eerst iemand hier uithalen. Want die moet nog wandelen. Maar ik geloof niet dat hij echt heel veel zin meer heeft. Die ligt zo lekker hierin. Kijk. Helemaal lekker lang uit ligt hij. Oh, hij is echt... Nee, die is niet meer thuis. Het is dat ik zeg dat het zo gaat moeten, denk ik, man. Zo, hoog tijd. Hop. Ik kom net van buiten om de video te editen. En ja, er hangt hier was. Boven was Emily aan het werk. En dan kan er niet was hangen. Dus dat hangt hier even schoon met een joggingbroek en dat soort zaken. Maar goed, dat hangt er. Goed, dat is deze video. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag. Nee, ik denk het valt iets af, maar dat viel mee. Nieuwe poging. Fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. Kijk je nou 's avonds? Misschien is er een live of net geweest. En anders is er morgen weer een nieuwe video. Dus heel graag tot dan. Dankjewel nogmaals. En tot morgen. Doeg!